En de samenwerking tussen Suriname en Nederland moet meer gestalte krijgen op het gebied van waterbeheer, toerisme en stadsontwikkeling. Dit kwam gisteren ter sprake bij een bezoek van de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, en de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, tevens de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, aan president Chandrika Prasad Santokhi. De relatie is gebaseerd op wederzijdse belangen en respect. President Santokhi heeft aangegeven dat er bereidwilligheid is voor de samenwerking. Het staatshoofd legde de nadruk op de kennis die Nederland bezit op het gebied van watermanagement en vandaar het verzoek voor bijstand bij het wateroverlastprobleem.